Ik heb een workshop gehouden over nut en noodzaak. Ja, soms is het noodzakelijk, maar het is in ieder geval heel vaak nuttig om een effectrapportage in te zetten bij bestemmingsplannen buitengebied. De allerbelangrijkste tip daarbij vind ik toch van, sla je piketpalen nou heel vroeg in het proces. Dus een proces aan de voorkant heel goed organiseren. Wat meer in het voortraject heel goed nadenken over hoe die milieucomponenten goed ingebracht kunnen worden. Dan wordt het gaandeweg het proces makkelijker. Goed nadenken over hoe plan ik dat. Goed nadenken over welke actoren ik daarbij betrek. En meestal toch ook goed nadenken over alternatieven, zodat je achteraf zeker niet de stappen terug moet zetten. Dus een goede procesplanning aan het begin van je traject, dat lijkt mij het allerbelangrijkste. En dan kun je ook efficiënt door zo'n MER-proces heen. En dan stelt dat MER niet veel voor, want de doorlooptijd bij de commissie MER en die 6 weken zienswijze 2 keer, waarvan je 1 keer toch altijd al standaard moet doen voor je bestemmingsplan, dat zijn niet de kosten. En dat is ook niet de tijdverlies. Dus goed nadenken, goed aanpakken, procesmatig. En dan kan het alleen maar voordelen opleveren en betere besluitvorming, want daar gaat het.